eigenlijk op weg om portobello's te kopen, want ik wilde vegetarische schnitzels maken. Toen kwam ik hier voorbij en zag ik het bord hangen met funghi porcini. Dat is voor mij echt het allerlekkerste wat er is. En ik vond het heel gek, want het is hartje zomer. En dan heb je eigenlijk weinig paddenstoelen en al helemaal geen porcini. Maar het heeft een paar dagen geleden de hele nacht geregend. En dan kan je in het bos soms porcini vinden. Nou, ik ga nu dus schnitzels hiervan maken. En dat is gewoon, ja, dat is super. Nou, onderweg hebben we porcini's gekocht. Dat kom je natuurlijk bijna nooit tegen in Nederland onderweg. Eigenlijk doe je dit met, wacht even. Kan je dat heel goed portobello's doen? De portobello's zijn vaak heel dik. En dan ga je ze eigenlijk overlangs doorsnijden, want dit is te dik. En deze gaat in de pan ook een probleempje geven. Dan gaan alleen maar die randjes gaan bakken. Dus ik moet hem eigenlijk even wat platter maken. En je moet ze vooral ook heel goed schoonmaken, want er kan aarde aan zitten. Dat is een beetje jammer. Dit hier doen we later wel mee. Of dat kan je ook drogen in de zon. Goed, ik ga deze even choppen. Kijk hier, dit is een waanzinnig mooie paddenstoel. Je ziet hier al die aarde. Ik snijd het er alvast even af. Dan ga je ook even kijken wat de conditie van de steel is. Soms is het bruin en dan moet je het verder afsnijden. Dit vind ik er mooi fris uitzien. Dus die ga ik straks ook gebruiken. Goed, ik snijd het hoedje eraf. Ja, oké. Mooi. Nou, even een beetje schoonmaken. Ik heb thuis natuurlijk een mooi borsteltje daarvoor. Dat heb ik allemaal niet hier. Dan doe je het met een spontje. Dat gaat ook prima. Nou. Dus het gaat eigenlijk voornamelijk om dat je de aarde eraf. Want kijk, een takje zou niet eens zo erg zijn. Maar als je de aarde eet, dat is niet lekker. Ik ga deze even ook een beetje bijsnijden. Plakje eraf. Anders dan, je begrijpt dat randje, dat gaat anders verbranden. En dat wil je niet. Zo. Even apart leggen. Bakken. En dan ga ik deze toch ook snijden. Want ik vind hem heel lekker dik. Zo, prachtig. Nou, dan gaan ze eerst door het meel. Nou, dan ga ik het door het ei doen. En dan doe ik hem door het paneermeel. En dan kan hij in principe gelijk in de pan, maar ik wacht heel even tot ik meer heb. Want anders gaat die ene, is die ene al klaar. Jammer niet. Oh, vergeten. Hier zit je, sorry. Meel eerst. Het is allemaal heel snel gaat het eigenlijk. En paddenstoelen zijn heel snel gaar. Je moet hier echt gefilterde en weet ik wat... Olijfolie is niet je beste kwaliteit olijfolie, dat is een zonde. Nou, paneermeel kan best wel aanbranden. Je zorgt ervoor dat je de temperatuur in de gaten hebt. Ik ga ze zo even eerst laten omdraaien, te kijken wat er gebeurt. Even mijn handen schoonmaken. Even een vorkje pakken. Hier, oké. Ja, nou deze is eigenlijk al goed. Paneermeel kan aanbranden en je moet ontzettend oppassen dat het niet te donker wordt. Dit vind ik eigenlijk, deze is voor wat mij betreft gewoon perfect. Deze ook. Nou, je ziet natuurlijk, dit zijn gewoon ja, platte stukjes. Maar als je een portobello gebruikt die veel groter is, dan kan je gewoon bijvoorbeeld eentje in drie lagen doen. En dan lijkt het heel erg veel op een schnitzel. Dan denk je, ja, waarom moet dat? Nou, dit is bijvoorbeeld leuk. Als je gasten hebt die ook vlees of eten, of jij ja, denkt ik ga nu even topschnitzels maken, maar er zit een vegetarisch iemand tussen, dan kan je dit leuk serveren. Ik vind het altijd grappig als het vegetarische eten er een beetje hetzelfde uitziet als vlees. Nou, heb ik even laten bakken. Opzetten. Ik heb de citroen hier, die heb ik al gesneden, die ga ik nog even nog een keer snijden. Ik vind het altijd heel lekker om die dingen te serveren met citroen. Even schoon bord hebben zo. Oh, even dus. Ja, even dit ook klaar. Kijk. Ja, deze is ook goed. Van het vuur halen. En dan doe je er, tot slot doe je er even nog wat peper en zout op om het geheel af te maken. Want zoals gezegd, dit kan je dus heel goed met portobello's doen, maar dit is veel lekkerder.